Hallo allemaal, we zijn hier vandaag bij de Motte, stadsparkje in Tongeren. Ja, die vijver, dat ligt me eigenlijk een beetje nauw aan het hart. Hier begon het eigenlijk allemaal voor mij. Ja, ik denk dat dat ondertussen toch wel bijna een dikke 35 jaar geleden is dat ik hier eigenlijk de eerste keer zo in aanraking ben gekomen met het karpervissen. Ja, in de beginperiode vissen ik hier eigenlijk altijd met de vaste stok. En ja, met die dunne lijntjes kreeg je dan heel vaak wel een keer kapot. Waar die lijn eigenlijk over getrokken. En dan begin je eigenlijk wat meer interesse te tonen in die vissen die je dan eigenlijk niet kunt vangen met de vaste stok. En dan begin je er eigenlijk echt gericht op te vissen. En volgens mij hebben we nu toch wel even een beet. Maar hij gaat er niet helemaal vandoor. Dus ja, eigenlijk is het hier eigenlijk allemaal begonnen voor mij. Ja, in die tijd was het echt zo van qua jongen vakantiemoment. En dat was hier gewoon continu aan die vijver zitten. Van 's morgens tot 's avonds. Allee, je kon het nu zo gek niet voorstellen. Hier is het eigenlijk echt allemaal begonnen voor mij. Damn, ja. Ik zorg dat je door kunt controleren, moet ik zichzelf maar uithalen. Dat is gemakkelijker. Dat is gemakkelijker, hè. Ja, ik mocht eigenlijk niet klagen. Ik heb er al 7 op terug gehad en 1 gelost, dus dat zou nog goed met. Ja, ondertussen zijn we nummer 8 aan het drillen. Ja, deze ochtend was het eigenlijk heel snel vertrokken. Ja, het was eigenlijk een zonnige ochtend, maar dat is ja, helemaal omgedraaid naar eigenlijk een frisse grijze ochtend met heel veel nevel. En ja, eigenlijk sinds dat de nevel is opgekomen, is het eigenlijk helemaal stilgevallen. Maar nu gelukkig toch nog een schupje aan het afdrillen. Berensterk visje trouwens. Mooi schupje dat het ochtendgrijs komt. Doorbrekend, hè. We zitten ondertussen half maart voorbij. Ja, ik kies dit soort watertjes. Dat is eigenlijk ideaal om in het vroege voorjaar een paar visjes proberen te vangen. Op korte dagsessies eigenlijk. Voor mezelf probeer ik daar een beetje halve dagjes van te maken. En ja, om dan een beetje de grootste kans op slagen te hebben, op succes te hebben eigenlijk, kies ik er eigenlijk voor om zo attractief mogelijk te vissen. Nu, het weer van de laatste dagen was eigenlijk heel zonnig. We hebben temperaturen gehad tot bijna 20 graden, denk ik. Nu, dat maakte natuurlijk wel dat het ondertussen wel al een beetje drukker geworden is aan het water. Waardoor dat het voor mij eigenlijk al te druk begint te worden. Nu, ik begrijp natuurlijk wel dat iedereen zijn vertier een beetje aan de waterkant zoekt. En iedereen wil een beetje graag geniet van een visje te vangen. Maar voor mij zijn dit soort watertjes meer voor de slechtere dagen. Zodanig dat ik toch wel een paar visjes op het gemak kan proberen te vangen.
koolvestje. Oké, nu ja, hoe pak ik het eigenlijk aan hier op dit soort parkwater, zal ik maar zeggen. Nu, volgens mij het belangrijkste wat je hier kan doen is eigenlijk zorgen dat je zeer attractief gaat vissen. Vooral nu in het voorjaar, als het watertemperatuur nog koud is, is dat wel belangrijk dat je aas goed attractief is. Nu, hoe doe ik dat en wat gebruik ik? Ik gebruik voornamelijk de Vitella Boilie, omdat dat gewoon een zeer verteerbaar aasje is. Licht, verteerbaar, ideaal, lekker zoet. En dat is iets wat de vissen eigenlijk in het voorjaar best wel van houden. Dus ik gebruik dan gecrushed boilies. Ik pak een halve kilo ongeveer. Dat ga ik eigenlijk gewoon crushen. Verder doe ik daar eigenlijk een hele goede dikke geut van de Vitella dip overheen. Goed mengen, goed laten intrekken. Meestal doe ik dat zelfs een dagje van tevoren. En dan de dag zelf gooi ik er nog een klein scheutje over uit, zodanig dat het toch wel lekker smeurig blijft en ook heel attractief blijft. Nu, op gebied van rigs hou ik het eigenlijk liefst zo simpel mogelijk. Niet te veel poespas, gewoon een klein haakje afgewerkt met een liner en een snowman. Snowman gebruiken kleine diameters, 15 mm bodemaasje gecombineerd met een 12 mm, in dit geval een Vitella pop-upje. Maar ik gebruik hier ook wel een keer graag de fruitcream erbij. Dus dat is eigenlijk wel een heel mooie combinatie. Nu, om alles mooi attractief te gebruiken, gebruik ik PVA-zakjes. Dat hang ik er eigenlijk gewoon aan. En om dan nog een extra boost te geven, gebruik ik eigenlijk de 777 boost, bait booster. Zodanig dat alles lekker attractief is. Dat is gewoon super belangrijk als je korte sessies vist. Zodanig dat maximale attractie toch wel uitwasemt uit je aas. Zosse, afsluiter van de dag, half dagje vissen eigenlijk. Ik denk dat nummer 13 is. Mag helemaal niet klagen, een paar hele leuke visjes gevangen op de Vitella. Goed, jongen, tot de volgende keer. Hup. Dat vindt hij, ik kan maar uitdraaien. Ik word die niet meer gegund, ja.